Het was een spannende avond gisteren op het gemeentehuis. Nadat meer dan de helft van de Zwollenaren had gestemd, werden 's avonds de stemmen geteld. Rond 11:30 werd de voorlopige zetelverdeling bekendgemaakt. En dat resulteert in de volgende zetelverdeling. Daar gaan we. Partij van de Arbeid. Rustig. Ik laat zien de zetelverdeling van 2010. En de Partij van de Arbeid komt uit op 6. Nelleke, had je net iets te vroeg gejuicht? Ja, ik was helemaal... Ergens ontstond een gilletje en ik ging mee. En ik dacht heel even dat we die 7 hadden weten te behouden. Maar heel eerlijk, met 6 ben ik ook echt blij. In de laatste weken was het best wel tijdens het debat pittig tussen jou en mevrouw Sterius van de SP. Ja. Wat vind je ervan dat zij gewoon zo ontzettende winst heeft behaald vanavond? Ja, daar feliciteer ik ze van harte mee. Ze hebben gewoon heel erg goed gedaan. Maar het doet ook pijn, denk ik. Ja, het doet ook pijn, want ik weet dat onze kiezers ook op de SP hebben gestemd. De VVD had 6 en komt uit op 5. Het CDA had 6 en komt uit op 3. Meneer de Heer, kan ik u feliciteren of is dat niet de bedoeling? Nou ja, jij mag me altijd feliciteren. Maar als ik even kijk naar de uitslag, dan zie je dat de VVD landelijk toch daalt. Toch een effect heeft van wat er op dit moment landelijk gebeurt. En dan zijn wij op 5 blijven steken. Dus dan valt die daling mee. En dan verlies je een zetel, maar dan ben je toch wel een beetje blij. Maar een daling is een daling. Een daling is een daling. Was een pittige avond voor je, of niet? Ja, dat was het zeker. Want de uitslag die kwam eerlijk gezegd nogal hard aan. En ook heel erg onverwacht voor het CDA. De ChristenUnie had 6 en gaat maar... GroenLinks had 4... gaat naar 3. Zwolwacht had 4. Gaat naar 3. Ja, geweldig hè? 8 zetels, dat hadden wij echt niet gedacht. Onze verkiezingsinzet was om met 6 volle zetels terug te komen. Want we hadden 4 jaar geleden een restzetel gekregen. En we hebben gewoon een hele mooie, goede, vlotte campagne gevoerd. Heel veel positieve feedback uit de stad gekregen. Dus dan ga je wel eens eventjes nadenken van misschien zit er wel een 7e zetel in. Maar dat er 8 in zouden zitten, dat is echt een hele mooie verrassing. Democraten 66, hadden we 3. Gaan we naar... SP had 3 en gaat... Een verdubbeling. Ja, een verdubbeling is volle geweldig. Dat is niet wat we hadden verwacht. We hadden verwacht dat we konden groeien. 1 of 2 zetels hadden we rekening mee gehouden. Maar groeien met 3 naar 6 is echt fantastisch. Ben je een bescheiden persoon? Ik ben een bescheiden persoon. Ja, ik vind dat je het moet verdienen. En ik denk ook dat we deze verdiend hebben. Tjitske, dikke winst voor de SP. Ja, super fantastisch natuurlijk. Dit is echt boven verwachting. Wij dachten dat wij 4 zetels zouden halen en dit zijn er 5. Dus dat is echt super. Denk je dat de andere grotere partijen met je samen willen werken? Nou, het lijkt mij in ieder geval dat ze ons gaan uitnodigen voor de coalitieonderhandelingen. Ik denk ook dat de SP dat heeft verdiend. En wij zullen daar zeker op ingaan, want dit is wel een kans natuurlijk ook voor de stad. Dat het in ieder geval wat socialer kan in Zwolle. Dus daar zullen wij hard voor knokken. De Piratenpartij haalt geen zetel. Opa haalt geen zetel. En de lijst in de lucht haalt geen zetel. Toch geen opa voor Zwolle? Nou, ik denk opa heeft zich op de kaart gezet de afgelopen 2 maanden. En als ik nu kijk dat wij 2 maanden bezig zijn en wij kunnen afgerond 2,1% van de stemmen binnenhalen. Dan denk ik dat wij in 2 maanden tijd heel veel hebben neergezet. En dan ben ik heel erg benieuwd wat het over 4 jaar gaat worden. Na de bekendmaking feesten de partijen nog even stevig door. Lijsttrekkers werden gefeliciteerd of konden rekenen op steun. Het was nog lang onrustig op het gemeentehuis.